Beste nieuwe regering, ik hoop dat jullie een minister voor bouw gaan aanstellen. Een vrouwelijke minister, dedicated en verantwoordelijk voor de integrale gebouwde omgeving. Nieuwe ministerie van Bouw, Infra en Ruimtelijke Ordening moet voortvarend aan de slag met een definitieve oplossing voor het stikstofprobleem. Naast die minister, aandacht binnen dat departement. Hoe komen we van beleid tot uitvoering? Dat blijkt gewoon een lastige overgang te zijn. Als we dat beter doen, dan maken we ook een enorme stap. De tweede aanbeveling is dat we komen tot de oprichting van een topsector bouw die ons kan helpen bij de versnelling van de uitvoering van de verduurzaming door innovatie, schaalvergroting en kostendaling. De ontwikkeling van kennis, de borging van kennis en ervoor zorgen dat die kennis kan worden opgeschaald en in de praktijk kan worden toegepast, is wat mij betreft de sleutel voor het succes van Nederland als innovatieland. Laten we alsjeblieft alles wat we doen ten aanzien van de verduurzaming van de woningvoorraad zo circulair mogelijk uitvoeren, want dat helpt ons echt enorm nu en op lange termijn. Los het woningtekort integraal op en combineer de ruimtelijke opgave. Een plan waar die 1,7 miljoen woningen tot 2050 gebouwd moeten worden. In het regeerakkoord moet komen te staan dat wij als Nederland gaan investeren om deze doelen te halen. En dat geldt ook voor de gebouwde omgeving. Gewoon geld ter beschikking stellen. Zorg er samen met de bouw- en infrasector voor dat er voldoende huizen gebouwd kunnen worden. Ons land in beweging blijft, meer aandacht en geld komt voor het behoud van adequate infrastructuur en de klimaatdoelen gehaald worden. En alvast bedankt.